Hoi en leuk dat je kijkt naar een gloednieuw seizoen van Toku Talks. We beginnen met een hele bijzondere gast. Het is een voormalig rechter. Hij was voorzitter van de rechtbankcombinatie die Willem Holleder levenslang oplegde. En is inmiddels ook schrijver, want hij schreef namelijk zijn eigen boek, Het Proces. Meneer Wieland, het is een eer dat u hier bent, dat we hier mogen verwelkomen. Okay. Begin 2020 zat u bij De Wereld Draait Door om te praten over het boek waar u net aan was begonnen. Over het proces rondom Willem Holleder. Ja. U vertelde dat zo'n proces altijd eventjes de tijd nodig heeft om bij u in te dalen en dat het in uw hoofd sowieso al een beetje een apenkooi is. Ja. Nu het boek af is, een paar maanden en uitgegeven, hoe is het met de apenkooi in uw hoofd? Die blijft, vrees ik. Ja, nee, als het het boek niet is wat me bezighoudt, dan zijn er wel 1000 andere dingen. Ik word er soms heel somber van, moet ik zeggen. Dit was... Ja, wat betreft de apenkooi en peulenschil, dit boek. Het is vreemd dat de mens zo'n denkmachine kan zijn. En ja, ik denk wel eens dat als er een Olympische titel denkmachine zou bestaan, dan zou ik het verschoppen waarschijnlijk. U komt uit een gezin met 4 broers. U was de 5e en jongste. Ja. En hoe was dat voor uw moeder? Alleen maar mannen in huis? Ja, ik heb wel eens afgevraagd of zij niet ook een beetje een man werd daardoor. Ja, misschien wel. Als je vloekte, dan zei ze geen boe of pa. Of een ander lelijk woord zei. En misschien was dat wel opmerkelijk. Ze was wel wat gewend, mijn moeder. Ja, grappig. Was u een moederskindje? Ik was de jongste en in die zin... was ik misschien de laatste kans voor mijn moeder om al haar liefde op te storten. En wellicht. Ik denk het eigenlijk wel. Ik was waarschijnlijk wel de favoriet van mijn moeder. Ja, dat moet wel. Ja. En want uw vader was echt een self-made man. Die is begonnen als tekenaar en uiteindelijk directeur bij een bedrijf geworden. Heeft u veel van uw vader geleerd? Hoewel er geen enorm intensief contact was, moet ik zeggen. Maar ik heb veel naar hem gekeken en ik heb zeker veel van hem meegekregen, ongetwijfeld. Ja. Want mede doordat uw vader zo'n succesvolle carrière had, kon u gaan studeren? Ja, nog afgezien van de betrekkelijk aantrekkelijke jeugd die ik heb gehad, materieel... Met een bromfiets en een auto en een zeilboot. Dat was allemaal erg aangenaam. Ja, en ik kon studeren en mijn ouders hebben dat ook betaald. Dat was prettig. Want u koos voor Utrecht. Ja. Waarom ging u naar Utrecht? Nou, dat was dichtbij. Dat was één ding, hoewel je af kunt vragen of dat een pre is. Maar ik had een drie jaar oudere broer die geneeskunde studeerde in Utrecht. De enige faculteit in Nederland. En die zei, ja, je moet hierheen komen. En hij zat bij een hospita, daar ben ik ook begonnen destijds. Vreselijke tijd, maar goed. En hij zei dan, hij ging samenwonen met zijn vriendin en dan kun jij mijn kamer overnemen. Dus het was eigenlijk een gespreid bed. Je heeft natuurlijk rechten gestudeerd. Ja, waar kwam die keuze vandaan? Was dat een voorliefde? Ik had wel een wat merkwaardig rechtvaardigheidsverlangen, rechtvaardigheidsgevoel. En dat maakte wel eens dat ik in de klas opstond als er iemand werd weggestuurd en het dan voor die persoon opnam. Zei ja, maar. Toen op een gegeven moment werd er gezegd, nou dan moet je advocaat worden. En toen ben ik begonnen recht te studeren. En dat is wel grappig, ik vond eigenlijk geen aansluiting bij andere rechtenstudenten. Ik vond het geen interessante mensen. Ik vond die studie ook erg droog. Op het onaangename af, heel theoretisch. En mijn vriendjes die deden allemaal geneeskunde. En ik ben op een gegeven moment, ik geloof aan het eind van mijn tweede jaar tegen mijn kandidaats aan, ik weet niet zeker meer, naar mijn vader gegaan en heb gezegd ik wil omzwaaien. En toen zei hij, wat dan, wat wil je dan? Nou, ik wil geneeskunde gaan studeren. En toen zei hij, waarom? Dus toen legde ik uit dat ik rechten droog vond en dat ik daar geen vrienden had en dat mijn vriendjes bij geneeskunde zaten. En toen zei hij tot mijn verrassing, op mijn vraag of ik om mocht zwaaien, ja dat is goed. Maar zei hij, eerst je recht afmaken.
Nou, toen ik was afgestudeerd, was ik 28 en toen dacht ik, ja, ik ga nou werk zoeken. Dus, Want u vertelt dat u die aansluiting niet echt kon vinden bij mensen van uw studie. Had u dat wel bij het koor in Utrecht? Ja, ja, daar heb ik een geweldig fijne tijd gehad. Ja, heel erg prettig. Ik zie nog steeds mensen uit die tijd, niet heel veel. Mijn jaarclub, we hebben jaarclubs in Utrecht, die is al lang ter ziele. Er wordt wel eens gesproken over een reunie, maar niemand neemt het voortouw en ik vind dat ook niet erg. En er zijn nog steeds activiteiten daar, bijvoorbeeld van subgezelschappen waar ik lid van ben geweest. En ik ga er wel eens heen, maar het echte enige contact wat ik nog heb met het koor is toch mijn oude studentenhuis. Ja. Want u woonde op de Parkstraat, als ik het goed zeg. Ja. Daar komt u ook nog wel eens? Parkstraat 4 is een van de koorhuizen, dus ook het bezit van de Stichting Utrechtse Koorhuizen. En ja, ik ga daar wel eens heen voor een kerstdiner en af en toe als ik in Utrecht ben ook wel eens zomaar als ik in de buurt ben. Altijd erg leuk. En is daar veel veranderd in de tussentijd? Nee, geen bliksem. Nee, ik vind dat verbazingwekkend. Dat het, ja, zeg maar gerust 40, 50 jaar terugblikkend eigenlijk niet veranderd is. Inhoudelijk wel, het was een huis met hele mooie grote hoge kamers, met gestukte plafonds. Nou, er zijn boksen met gipsplaten ingebouwd vanwege het brandgevaar. Waarschijnlijk ook gesubsidieerd destijds. En in zoverre is het huis inhoudelijk veranderd, maar het soort mensen wat er zit is hetzelfde gebleven. En dat vind ik uniek. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. U was ook bestuurslid van het Koninklijk Studententoneel. Ja. Heeft u nog steeds veel passie voor toneel? Ja, ik zeg wel eens in kleine kring dat rechter zijn één groot toneelstuk is. Zeker strafrechter zijn, maar op de planken heb ik lang niet meer gestaan. Nee, de laatste keer was denk ik bij een lustrum in Utrecht. Ja, toen ik nog studeerde. En daarna nooit meer. Heeft u dan ook dingen die u heeft geleerd bij toneelspelen kunnen gebruiken in uw carrière als rechter? Ja, je smol recht houden, niet in de lach schieten, maar serieus blijven. Hoewel mij dat steeds minder vaak lukte, moet ik zeggen. En ik, ja, op een gegeven moment daar ook geen moeite meer mee had. Van ja, waarom kun je niet lachen om iets? Maar het is me wel eens aangerekend. Ik moest een keer lachen in een strafzaak om iets wat een slachtoffer wilde. Met een gewenste schadevergoeding en die schreef daar toen een brief over dat ze dat niet gewaardeerd had. En ik denk, ja, dat kan dus niet, maar daar trek ik me niet heel veel van aan. Aan elk lidmaatschap komt natuurlijk een eind. Ja. Op wat voor manier heeft het lidmaatschap u gevormd als mens of is het helemaal niet van invloed geweest op u? Ja, het heeft mij gevormd in de zin dat ik mezelf heb leren kennen en... ja, allerlei andere sociale vaardigheden heb opgedaan die aangenaam zijn in het leven. Niet alleen hoe je met elkaar omgaat, hoe je dat zorgvuldig doet, hoe je mensen spaart, hoe je mensen tegemoet komt, hoe je mensen begeleidt in dingen die verkeerd gaan. Ja, dat klinkt nu allemaal erg hoogdravend. Dus allemaal met een beetje korreltjes hout. En ik heb geleerd te praten daar. En dat is waardevol gebleken. Daar heb ik veel aan gehad. U bent na uw studie rechten advocaat geworden in Groningen. Ja. Niet gelijk rechter. Dat kon in uw tijd volgens mij nog wel. Ja, je kon solliciteren voor de RAJO. Hè, opleiding om rechterlijk ambtenaar te worden. En, ik heb dat gedaan, moet ik zeggen. Ik ben afgewezen omdat solliciteren voor die opleiding destijds heel veel tijd kostte. Je was zo een half jaar verder, herinner ik me. En ik heb ook gesolliciteerd toen, zekerheidshalve in de advocatuur. Daar werd ik heel snel aangenomen. Toen heb ik overigens met veel plezier jarenlang in de advocatuur gezeten. Waar ik stagiair was, werd ik medewerker. Maar ik liep er wat in vast. Ik vond het een hondenbaan.
erg zwaar. Dat kwam ook een beetje door de praktijk die ik deed. Ja, in Groningen waren wel wat grotere kantoren. Ik zat op een middengroot kantoor, 7 man. Wij deden eigenlijk alles. En dat maakte dat je... Ja, dat je ook alles aannam en dat je soms moest verdiepen in dingen waarvan je dacht, ik doe mijn best. En op enig moment toen moest ik een keuze maken en een van mijn bazen, een van de maten van het kantoor waar ik werkte, zei, waarom ga je niet eens praten met de president van de rechtbank? En ik dacht, nou, dat is een man die veel weet en die veel mensen kent en die vast suggesties heeft. Ik sprak hem wel vaker. Het was een zeer toegankelijk mens. Erg aangenaam iemand ook. En die ging ervoor zitten. En die zei op een gegeven moment in dat gesprek, waarom kom je niet hierheen? En, ja, ik vind het nog altijd naïef dat ik daardoor verrast was. En dacht, oh, dat kan ook nog. Toen heb ik opnieuw gesolliciteerd. En toen ben ik... in afwijking van de RAJO, waar je wordt opgeleid, horizontaal overgestapt, zoals dat heet, als advocaat met 7 jaar ervaring. En heb een korte opleiding gehad en toen kwam er op enig moment na een jaar, anderhalf jaar, een vacature en ben ik aangenomen als rechter. Denkt u dat uw werk als advocaat u heeft geholpen in het beroep? Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat ik als Utrechter opviel in Groningen. En dat ik in zekere zin die overstap te danken heb daaraan, dat het mogelijk was dat ik toch op de een of andere manier werd gezien als iemand die ze er wel bij konden hebben. Op wat voor manier viel je op dan? Nou ja, Groningen was in die tijd heel Gronings, hè. En je had niet veel mensen van buiten de stad, daar in de advocatuur, die overigens niet heel groot was toen ik... kwam, was het net rond de 100 zo'n beetje, herinner ik me. En als je dan uit het westen komt, hè, dat begint vanuit Groningen naar Zwolle, dan word je al gauw de advocaat uit Utrecht genoemd. Het is kennelijk voordelig geweest. Ja. U bent toen een tijd lang rechter geweest in Groningen, strafrechter ook, of deed u daar wat anders? Nee, ik heb eigenlijk alle kamers doorlopen, zoals dat hoorde toen. Dus ook de faillissementskamer, de familiekamer, ook de handelskamer. Ik vond civiele vonnissen heel leuk. Ik ben kantonrechter plaatsvervanger geweest, jarenlang. Na een jaar of 5 waarin ik al die kamers had gedaan, ook de strafkamer, daar ben ik begonnen destijds, kwam er een tweede vicepresidentsplaats op straf. Het presidium zei tegen me dat ik er goed aan deed om te solliciteren. En toen ben ik vicepresident geworden van een strafkamer. Dat heb ik toen jaren gedaan. Ja, het is wel grappig. Misschien, ik zal het heel kort vertellen. Ik ben in 2002 naar Curaçao gegaan, naar het gemeenschappelijk hof van justitie. Daar heb ik ook weer in het eerste jaar civiele zaak gedaan in hoger beroep. In het tweede jaar kwam de president bij mij en zei ik wil jou in de strafkamer hebben in eerste aanleg. Want je bent ervaren. Ik piepte toen dat ik dat heel jammer vond, omdat ik niet ingefuikt wilde worden in het strafrecht. Maar goed, zo is het toch gekomen. En zo heb ik dus zo'n beetje vanaf 2003 tot mijn afscheid in 2019 alleen strafrecht gedaan. En dat kon, zeg ik, omdat ik nooit bitter ben geworden of zuur of onaangenaam, zoals ik strafrechters wel eens zag. Dat is toch altijd, denk ik, omdat ik gelukkig altijd... toch weer in staat bleek om het goede te zien in de verdachte. En als je dat hebt, ja, dan blijf je redelijk onbevangen. Ik denk dat ik het daardoor goed heb volgehouden en het een hele geweldige tijd heb gevonden ook. U noemde net al heel even kort ook Curaçao, waar u een tijdje als strafrechter ook uiteindelijk hebt gewerkt. Ja. U gaf daar ook voor het eerst levenslang. Ja. En u heeft ook wel vaker gezegd dat u eigenlijk gelijk spijt had toen u de reactie van de verdachte zag. Waarom was dat?
Ja, omdat ik altijd zal zeggen dat je als rechter geen macht hebt, ook als strafrechter niet, ook niet als je iemand een straf oplegt. Maar nu ineens realiseerde ik me dat ik iemand op een hele krachtdadige manier de pas afsneed. En het ging om een 23-jarige verdachte. En het was ook door zijn reactie. Hij was zichtbaar aangedaan. Waardoor ik mij ineens realiseerde, wat heb je gedaan? Ik had daar toen veel moeite mee. Ja. En je doet het in je eentje, hè? Je zit anders dan hier in Nederland, doe je alle strafzaken in je eentje. En heb je dus ook in je eentje de volle verantwoordelijkheid voor de beslissing die je neemt. U heeft later nog twee keer levenslang opgelegd. Over één van de twee komen we straks ook nog te spreken. Waarom was die eerste keer moeilijker dan de tweede en derde keer? Of is dat elke keer even lastig om iemand levenslang gevangenisstraf te geven? Nou, ik zal altijd zeggen dat het elke keer even lastig is. Maar de eerste keer weet je toch dat je een stap zet voor het eerst. Waarmee iemand voor heel lang opsluit, dat jouw beslissing is. Het is een beetje alsof je over een grens heen stapt, waar je altijd onder hebt kunnen blijven, ook door de zaken die je deed. Waardoor je ineens door eroverheen te stappen wordt geconfronteerd met de verantwoordelijkheid van je beroep en van je beslissingen. Inmiddels woont u in Zaandam, samen met uw man. Ja. Uw geaardheid, is dat iets waar u altijd makkelijk over heeft kunnen praten? Nee, dat is een beetje een generatieding, denk ik. En ik merk nu ook weer, als je die vraag stelt, dat ik denk, oké. Dat is eigenlijk ontzettend jammer. Dat hangt een beetje samen met hoe ik ben opgegroeid. Met een vader die toch eigenlijk altijd wel liet merken dat homoseksualiteit een no-no was. In de zin dat als mijn haar over mijn oren krulde, dan zei hij, ga naar de kapper, je lijkt wel een mietje. En dan zat ik nog dezelfde middag bij de kapper. Ik wilde in geen geval een mietje lijken. En dat maakte dat ik een tijd lang heb geworsteld met die kennis. En zelfs jaren heb gedacht, ik moet het mijn ouders maar niet vertellen. Want het zou ze verdriet doen. Hoewel ik wel boekjes las destijds van hoe dat zou moeten, dat gesprek. En op een gegeven moment flapte het er toch uit. Ook goed, gelukkig, denk ik. Maar inmiddels was ik in de 30, denk ik. En ik had een relatie en die was net verbroken destijds, weet ik. En ik heb eigenlijk altijd op achterstand gestaan. En ik denk dat ik pas de afgelopen 10, 15 jaar... heb gezegd, wat een onzin eigenlijk. Wees wie je bent en geneer je niet. En ik heb in die tussentijd altijd jonge mensen benijd die mij vertelden dat ze op hun 17e of 18e tegen hun ouders zeiden, ik neem mijn vriend mee. Oh, heb je een vriend? Ja. Hoe heet die dan? Nou, welkom. Waarvan ik altijd heb gedacht, als je het weet, deel het dan zo snel mogelijk. Hou het niet voor je. U vertelde dat u het pas heeft verteld toen u ergens in de 30 was. Hoe was dat dan voor u in uw studententijd? Er waren wel leden destijds die uitkwamen voor hun geaardheid. Ik vind alleen al die bewoordingen zijn al beladen, vind ik. Maar die zeiden, of die lieten blijken hoe ze daarin stonden. Ik vond dat heel dapper destijds. Ik moet zeggen dat ik ook door wat ik vertelde een tijd heb geaarzeld. En het eigenlijk niet goed wist en me daar misschien toch ook een beetje achter verstopte. Het werd geaccepteerd. Er waren eigenlijk nooit problemen. Dat vond ik redelijk aangenaam. Maar aan de andere kant was het ook niet zo dat ik mij vrij voelde om mijn twijfels te uiten. Of te zeggen, ik vind de,
ik vind toch wel dit of dat. Nee, je hield het toch een beetje af. En met de kennis van nu, had u het dan op die manier of in die tijd anders aangepakt? Ja, dan, ik had veel eerder mijn vrijheid gepakt. Ik ben toch veel goede dingen uit de weg gegaan, denk ik. Dat vind ik toch wel heel jammer. We gaan toch weer eventjes terug naar uw carrière als rechter. U heeft veel bekende zaken gedaan. Natuurlijk de zaak Willem Holleder, maar ook de zaak tegen Badr Hari. En de medicijnmoord bijvoorbeeld, waarin u ook levenslang uitdeelde. Waarom komen die bekende zaken u allemaal toe? Of is dat puur toeval? Nee, dat is geen toeval. Nee, eigenlijk is de gang van zaken in de strafkamer dat de zaken die je krijgt altijd toevallig zijn. Behalve sommige zaken. Nou, het zijn onder meer zaken met veel persaandacht. Het komt een beetje, denk ik, ook omdat ik in Groningen 14 jaar persrechter ben geweest. En ja, heb geleerd in die tijd dat er geen reden is om bang te zijn voor een camera of een microfoon. En de eerste keer dat ik een zaak deed met veel persaandacht was Badr Hari. En ik verblik of verbloos niet. Dat klinkt als een verdienste, maar goed, ik schrik niet van camera's. En ook niet van publiciteit. En ik laat me daar ook niet door beïnvloeden. En ja, dat zijn aspecten in een strafrechter, zou ik kunnen zeggen, waarvan het bestuur van de rechtbank kan zeggen, ja, dat vinden we wel prettig in dit geval, dat er iemand zit die niet onder de indruk is van wat de media schrijven, die niet onder de indruk is van de aanwezigheid van media, die gewoon onbevangen zijn werk doet. Ik denk dat ik aan het verloop van de zaak tegen Badr Hari te danken heb dat ik Holleder op mijn bord kreeg. Dus gewoon deels vanuit ervaring. Bij Holleder speelde nog iets anders en dat is dat ik aan het eind van mijn carrière zat. En het voordeel daarvan kan zijn dat als je iets doet op grond waarvan je gevraagd wordt, dat je geen geweldige deuk in je carrière oploopt, maar dat je kunt zeggen van, nou ja, over 2-3 jaar hou ik sowieso op, dus wat maakt het nog uit? Heeft u over de zaak Holleder getwijfeld of u die moest doen? Ja. Ja, omdat ik 65 was en dacht ergens tussen nu en mijn 70ste ga ik stoppen. Op zijn minst minder werken. Zodat je je gewicht langzaam van je werk naar thuis verplaatst. Hè, dat kan, dat is een redelijk aantrekkelijke regeling voor. En ik dacht eigenlijk destijds dat ik na mijn 65ste achteruitlopend naar de uitgang zou gaan. En toen kwam dit en ik wist dan dat dat met zich zou brengen dat ik mijn vijfdaagse werkweek aan zou moeten houden tot de uitspraak. En dat was wel een beslissing, ja, waarbij ook gold natuurlijk dat het een stevige kluif zou blijken te zijn. Dat voorzagen we wel. U heeft wel eens gezegd dat u, doordat u zoveel met meneer Holleder in gesprek was, dat er toch een band ontstond, onoverkomelijk. Ja. Hoe zou u die band het best kunnen omschrijven? Ja, er is wel eens kritiek op geweest. Van Peter de Vries bijvoorbeeld, die zei, ja, die voorzitter, die zus en zo met Holleder, en straks moet hij hem levenslang opleggen. En denk, ja, maar Holleder is een ontkennende verdachte. En bij een ontkennende verdachte geldt dat eerst nog maar bewezen moet worden dat hij heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt. En dat betekent dus dat het gesprek blanco is. Ik denk, als ik antwoord geef op je vraag, dat wij in zekere zin tijdgenoten waren, leeftijdsgenoten. Hij is jonger dan ik. Hij werd 62. Ik denk dat wij 5 jaar schelen ongeveer. Ja, wat ook speelde is dat ik met alle reserves over wat uiteindelijk bewezen is verklaard, waaraan hij zich dan schuldig heeft gemaakt, Ja, toch ook wel enig begrip had voor hoe hij in deze situatie was beland, hè? Ook door zijn keuzes. En dat maakt, denk ik, dat je anders tegenover elkaar zit. En ik,
Ja, wat ik ook altijd wel heb gehad, is een houding van tegenover de verdachte van ik ben niet meer dan jij. Jij bent oké en ik ben oké. Dat is een slogan uit de jaren 70 ook volgens mij, waarmee ik ben opgegroeid. En ik voel dat ook zo. Ik heb ook wel eens tegen hoorleden gezegd, in het kader van generatiegenoten, van ja, het had ook andersom kunnen zijn dat u hier zat en ik op uw stoel. En ik meen dat ook. Hè. Het is maar net waar je geboren wordt en onder wat voor omstandigheden en wat je daarna op je weg krijgt. En ik vind het ook volstrekt gepast dat je zeker ook als strafrechter respect hebt voor de mensen die je tegenover je krijgt. Het valt mij op ook in het boek wat ik van u heb gelezen, dat u heel erg goed bent in het inleven van elke kant van het verhaal eigenlijk. Zo komt het in ieder geval op mij over. Hoe bewaart u die objectiviteit? Dat is waarschijnlijk iets wat ik geleerd heb in de advocatuur en mij dus ook in mijn strafpraktijk moest verstaan met verdachten en moest begrijpen wat hij gedreven had. En misien dat ik toch ook, hoewel ik dat niet heel goed kan duiden, maar van jongs af aan heb gewild dat ik dingen begreep. En dus heel rationeel naar dingen ben gaan kijken. Te veel hoor ik wel eens van mensen om mij heen, van mijn partner ook. Die zegt, ga eens op je gevoel af in plaats van dat je alles beredeneert. Dat is heel gek. Ik zei vorige week nog, ik kan van elke situatie kan ik 5 scenario's schetsen. En dat is eigenlijk best gek. En misschien moet je wel romanschrijver worden dan, dacht ik later. Is dat iets wat u ambieert? Ja, in de zin dat ik zou willen dat ik het kan. En wie weet, misschien dat ik nog eens die kant op ga, als het de moeite waard is. Maar ja, dat zou dan een roman moeten zijn gebaseerd op allerlei dingen die ik heb gezien. In mijn carrière vooral. Hè. Dat is, strafrechter zijn is niks anders dan romans lezen. Slechte romans, maar het is natuurlijk... Ja, het is wel, als je dicht bij de mens wilt komen, moet je strafrechter worden. Dat is wel grappig. Denkt u dat de wereld er anders uit zou zien als iedereen als Frank Wieland zou denken? Ik denk dat de wereld er anders uit ziet als iedereen zoals ik denk, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Wat voor veel mensen al een volstrekt onbegaanbare weg blijkt te zijn. En voor mij volstrekt vanzelfsprekend. U bent ook boeddhist. Ja. Denkt u dat er iets mee te maken heeft? Ja, dat weet ik niet. Ik heb eens een heel gesprek gehad van iemand die een artikel schreef over in hoeverre boeddhist zijn je ambt kan beïnvloeden en je uitspraken. En ik heb toen gezegd, nou, dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Kijk, boeddhist zijn is een levenshouding die levenshouding die is gebaseerd op een paar stelregels. Waarvan de eerste is leven is lijden. En de tweede dat komt door het willen, de eeuwige wens. Mensen lijden omdat ze iets anders krijgen dan ze willen. En als je het hebt over geaardheid, dan denk ik dat een van de manieren is geweest voor mij. Om te zeggen, oké, moet ik daar misschien mee ophouden met daaronder te lijden en het omarmen. En, ja, dat geldt voor meer dingen. Ik heb eerlijk gezegd, gaan we de diepte in. Ik heb het leven altijd een worsteling gevonden. Heel lang. En misschien wel 60 jaar lang. En ik ben op een gegeven moment ook door het boeddhisme gaan realiseren dat je dat toch grotendeels zelf doet. En dat je misschien wel de verplichting hebt tegenover jezelf en tegenover je naaste en tegenover de wereld om het leven te omarmen en er het beste van te maken. En dat kost mij nog veel moeite, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp wel wat de richting is nu. Ja, misschien dat ik voordat ik mijn hoofd te rust te leggen nog eens slaag om vrede te vinden in die gedachte. Ja, ja. En hij boog het hoofd. Heeft u er spijt van dat u het leven dan zo lang als een worsteling heeft gezien? Ja, dat is allemaal weggegooide tijd.
En is dat dan ook een van de redenen waarom je tot het boeddhisme bent gekomen? Ja, dat is wel grappig. Ik had heel lang last van spanningshoofdpijn, migraines. En ik ben op een gegeven moment via een toenmalige vriendin bij een mevrouw terechtgekomen die met mij mediteerde en zei, nou, ik kan je er wel vanaf helpen. Wat er niet gelukt is overigens, en misschien toch wel, want op een gegeven moment toen, nadat we wat vaker met elkaar gepraat hadden, liet ze me een prent zien van een boeddhistische monnik uit de 18e, 17e eeuw. En zei, kijk, dit is een boeddhistische monnik, dat is het voor jou, alsjeblieft. En ik vertelde dat toen aan een vriend van me, een advocaat in Groningen, en die zei, oh, wat grappig dat je dat vertelt, want ik ben secretaris bij de Stichting Rigpa, en dat bestaat nog steeds, de Nederlandse Boeddhistische Vereniging. En dat heb ik je nooit verteld, maar bij deze. En ik heb toen op een gegeven moment bij hem en zijn vrouw een boekcursus gevolgd over het boeddhisme. En ik ben me er toen verder in gaan verdiepen. En ik moet zeggen dat ik altijd, ook bescheidenheidshalve, maar ook met gevoel voor realiteit heb gezegd, ik probeer boeddhist te zijn. Maar toen ik dat op een gegeven moment zei in een interview met de Volkskrant toen, en dat zo werd opgeschreven door de journalist, vertelde die mij later dat de hoofdredacteur had gezegd, ja, ik probeer boeddhist te zijn, je bent boeddhist of je bent geen boeddhist. Dus sindsdien ben ik boeddhist. Maar ja, er is veel te leren en waar ik probeer te leven naar die wetenschap, hè, van leven is lijden en het komt door het willen, de eeuwige wens is de praktijk een stuk weerbarstiger dan de theorie. En ik zou misschien meer moeten doen om te zeggen van ja, ik geloof in het boeddhisme. En nogmaals, het is een levenshouding, het is geen religie. Ja, want het is voor u dus niet geen religie. Het is voor u dus niet zo boeddhist of geen boeddhist, maar het is meer een manier van leven waar u aan zich probeert. Ja, waarbij je ook helaas over het boeddhisme van alles en nog wat kunt zeggen en daar ook kritiek op kunt uiten. Hè. Er zijn veel dingen waarvan je kunt zeggen, ja, dat doen boeddhisten, maar dat is niet erg boeddhistisch naar wat ik ervan weet. En dat maakt dus dat je, dat daar enige bescheidenheid past, denk ik. Toch weer een beetje ook dat rationele van u, waarin u zegt, nou, je kan er ook op een andere manier naar kijken. Door die manier, en ook omdat u zich zo in kan leven in verdachtes vaak, wordt u ook wel eens gezien als een softe rechter. Vindt u dat terecht? Nee, dat vind ik volstrekt niet terecht. En dan zeg ik, mijn laatste zaak was levenslang. Wat maakt mij soft? Nee, wat ik vind is dat je goed moet kijken naar wat je doet met straf en dat ik waarde hecht aan het goede gesprek. Als je je geeft aan het gesprek met de verdachte, dan krijg je iets terug. En dat is voor mij de waarde van een zitting. Ik zeg ook wel eens dat het mooi is als je om jou en die verdachte een ellips kunt trekken en dat daarbuiten alles wegvalt. Alleen het gesprek zoals jij en ik dat nu voeren, waarbij al het andere weg is, wegvalt. Dat is waardevol. En als mensen dat soft vinden, dan denk ik, ja, goed, oké, dan heb je waarschijnlijk nog nooit een goed gesprek met iemand gehad. En als een goed gesprek soft is, ja, oké, dan is het soft. Er is zeker ook nu best wel discussie over dat er hoger gestraft moet worden. In uw boek schrijft u daar ook over dat u daar absoluut geen voorstander van bent. Kunt u uitleggen waarom? Ja, daar moet ik de kanttekening bij maken dat ik niet sec ben tegen hoger straffen. Als je het lijstje bekijkt van de mensen die levenslang hebben, en dat zijn er verontrustend veel in Nederland, 57, misschien intussen al meer. In Marengo is het 7 keer geëist, als ik me niet vergis. Als je kijkt naar de feiten waarvoor die veroordeelden levenslang hebben gekregen, denk je, ja, daar heb je het er ook wel naar gemaakt. Hè? Vaak met een enorm strafblad. Ik ben niet tegen zware straffen, ik ben tegen de roep uit de politiek. Ik vind dat het eerlijke verhaal niet wordt verteld door de politiek en dat wij als strafrechter dat dan moeten doen. Van denk erom, samenleving, als je wilt dat wij strafrechters harder gaan straffen, dan is dat de consequentie. En dat wordt te weinig gezegd, vind ik.
En wat is die consequentie? Dat is een verharding van de criminaliteit. En een groter afstand tussen de leidinggevende en de uitvoerende, omdat die leidinggevende kosten wat het kost, ongezien willen blijven. En waarbij mensen in de lagere echelons zich gaan bewapenen om uit de handen van politie te blijven, dat moet je realiseren. En als je zwaarder gaat straffen, moet je er rekening mee houden dat die mensen op een gegeven moment weer de samenleving in komen en alles kwijt zijn. Dan heb je een land vol desperado's. Nou, op een gegeven moment heb ik de vergelijking getrokken waarvan ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel, dat moet iedereen snappen. Je komt bij de tandarts en je zegt, ik ben het eigenlijk helemaal zat die tanden en kiezen. Dat tandenpoets ook elke dag, ik ben er flauw van. Trek de hele rotzooi er maar uit. Nou, dan kan die tandarts twee dingen doen. Dat is wat de politiek verwacht van de strafrechter. Ja, ik ga harder straffen. Dus tegen de tandarts, ja, ik trek alles eruit. Maar ik zou het heel fijn vinden als die tandarts zegt, ja, wacht eens even. Realiseer je wel dat dit en dat en dat. Weet je zeker dat je dat wil? Dat is het verhaal. En dat wordt niet verteld. Je mist dus eigenlijk een beetje de nuance in de schreeuw van de politie. Nou, niet alleen de nuance. Ik vind het een kreet waarvan ik denk, ja, kom op zeg. Zwaarder straffen en dan heb je geen criminaliteit meer. Kom op. Laat je nakijken. Wat een absolute kul is dat. Wat een onzin. Wie denkt dat nou? Wat ik wel eens zeg, heb ik in mijn boek ook gezegd, doe je dat met je kinderen ook? He, dus je ouders zeggen, nou, als jij als 16-jarige, weet ik veel, dat ben jij niet, maar je, men als 16-jarige, ja, we willen wel dat je om 12 uur thuis komt. En je komt om 2 uur thuis. Van nou, we slaan je helemaal in elkaar. Nou, dat moet je doen, dan ben je kinderen gauw kwijt, denk ik. En denk je daarmee dat je teweeg brengt dat je kind zegt van, oh ja, de vorige keer ben ik helemaal in elkaar geslagen. Nee, ik moet nu zorgen dat ik wel... Nou, ik denk niet dat dat vaak opgaat, helaas. Was het maar waar. Maar je moet dus geweldig oppassen wat je wilt. En wat je doet met een kind, is dat je zegt, wat is er gebeurd? Waar ben je zoveel later? Kunnen we het erover hebben? Leg het eens uit. En hoe komen we ertoe? Of hoe voorkomen we dat het weer gebeurt? Dat moet je met de verdachte doen. En als dat op een gegeven moment niet meer kan, ja oké, dan moet je zwaar straffen. Daar heb ik geen moeite mee. Als er geen maximale leeftijd was geweest voor een rechter, was u dan nog steeds rechter geweest? Ja, ik weet het niet. Ik volgens mij, nee, laat ik om te beginnen zeggen dat ik na Holleder eigenlijk het wel welletjes vond. En zeker na de anderhalf jaar, geloof ik dat het ongeveer was, dat ik nog zittingen heb gedraaid als rechterplaatsvervanger. En ik moet zeggen dat ik ook eigenlijk op enig moment heb gedacht van ja, laat nou iemand anders het maar eens doen. Nou, dan wil ik wel eens wat anders. Aan de andere kant denk ik van ja, ik kan nog jaren door. En misschien moet ik dat wel willen ook. En laten we eerlijk zijn. Ik had na die tweede ronde in het kader van de coronanoodwet, had ik dat boek waar ik me op heb gestort. En daarna is het stil geworden. En nu denk ik, ja, ik daag mij uit. Ik wil eigenlijk mijn best iets doen. En er is iets in de maak. Waar bent u mee bezig? Nou, misschien dat ik toch nog ergens een docentschap aanvaard. En dat zou misschien toch wel leuk zijn. En daar is het aardige van, mogelijk, dat waar ik altijd heb gezegd, ja, die rechtenstudie is zo droog en zo theoretisch, dat ik dan kan zeggen, kijk, en dit is wat ik van de praktijk weet. En dat het waard is. Wat zou u studenten mee willen geven dan? Oh, dat is wel een goeie. Misschien is dat wel de drempel waar ik niet achter moet blijven haken. Als we over een docentschap praten. Dan zeg ik, kijk je ogen uit, lees de krant, probeer elke dag weer de verbinding te vinden tussen wat je leert op de universiteit en wat je in de samenleving ziet van wat je leert. Die link is er voortdurend. Ik heb ook vaak in lezing voor studenten gezegd dat ik het zo jammer vond dat er nooit een hoogleraar was die 's ochtends de krant ophield en zei, zullen we het eens hierover hebben? En de krant bulkt van juridische kwesties. Alles is gejuridificeerd. Steeds meer ook. En dat daar in je studie geen tijd voor is, dat begrijp ik wel. Dus dat moet je zelf doen. Dus mijn advies aan studenten zou zijn, kijk en lees de krant en verdiep je in wat er gebeurt. En kijk of het je aanstaat.
En de volgende stap is kijken wat jij als jurist daaraan zou kunnen doen. Ik denk dat dat een redelijk nuttig advies zou kunnen zijn. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar we hebben dit seizoen nog een andere gast uit het recht. Benedicte Fiek, die komt ook bij ons langs. Ja, leuk. Zij verdedigt de Badahari in de zaak waar u de rechtbankcombinatie zat. Ja. We hebben mevrouw Fiek gevraagd of ze ook een vraag voor u had. Voor mij? Ja, en haar vraag luidde als volgt. Als je terug zou gaan in de tijd met de wijsheid van nu, wat zou je dan anders hebben gedaan? Ik denk dat ik het dan, om te beginnen, privé zou ik eerder mijn geaardheid hebben omarmd. Dat is één ding. En het tweede, professioneel zou zijn, ik wou dat ik eerder meer had gedurfd. Dat is iets wat ontstaat. Als je rechter bent, ben je nog heel voorzichtig. En soms wringt dat. Dan zeg je, ja, ik zou eigenlijk dat en dat willen doen, maar ik wil geen appel riskeren of weet ik veel wat. Ik kan mij niet herinneren dat ik heel erg mee ben gegaan om destijds als jonge rechter, omdat ik toch eigenlijk al de eigen wijsheid van de advocatuur had meegenomen. Maar ik denk dat je als rechter gewoon moet durven te staan voor wat je vindt. Misschien dat ik dat wat eerder had gewild. Dat heeft zich bij mij ontwikkeld. Maar ik zeg dat spontaan. Je overvalt me wat met je vraag. Maar misschien is de gemene deler durf te zijn wie je bent. Is er ook iets wat u misschien aan mevrouw Fiek zou willen vragen? Ja, ik heb mevrouw Fiek een keer in een interview de vraag voorgelegd, gezien. Wat vindt u de zin van straffen? En dan gaf ze, vond ik, een briljant en heel puntig antwoord op. En daarvan denk ik, ja, die vraag kan niet genoeg beantwoord worden. Dus stel haar die vraag maar. Dat lijkt mij een mooi einde. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. En ik wil de kijkers bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week.